Als het verzekerden die nu nog beschikken over een basiszorgkaart, BASO, weten nog niet zeker of zij na eind van deze maand nog in aanmerking komen voor deze kaart. Een grote groep tast hierover nog in het duister, omdat het SZF, de zorgverzekeraar die de BASO-verzekerden nu in het bestand heeft, vanaf 1 juni aanstaande nieuwe regels zal hanteren bij het verstrekken van deze kaarten. Behalve de leeftijd zal er onder andere ook de financiële positie van de verzekerde worden gescreend. Onze nieuwsdienst sprak vanmorgen enkele personen die hun BASO-kaart waren komen afhalen op het SZF-hoofdkantoor. Ah, mi kost het met dat rakarta. Ik kan teken of ik kan actie. Ah, dat moet nog beter, want we hebben een strookje gekregen, dus ik moet nog kijken wat dat wordt. Maar ik kies een strookje, wat staat er op je strookje? Oh, het is bij mijn moeder hoor, dan moet ik gaan kijken. Mijn lezen hier, want ik. Mijn lezen, dit is een gesprek, informatie nog. Informatie, ja. Dus in een sap zeker of je kies ik moet nog kijken. Okay. Ja. Vernieuwing van het BASO-kaart. Okay, ik heb begrepen dat die nieuwe kaarten tot 30 eind van deze maand geldig zijn. Zo, dat is een vraag. Ik ben nog niet naar binnen geweest, dus als ik naar binnen ga, dan ga ik horen. Bent u het komen aanvragen of komen afhalen? Afhalen. Ik ben het komen afhalen. Oké, dus u hebt het al eerder aangevraagd. Ja, aangevraagd. En wat hebben ze u gezegd toen u... Ze hebben me alleen een datum gegeven en zei van ik moest terugkomen. En heeft de garantie dat u het zeker krijgt vandaag? Geen garantie. Ik heb geen garantie, ik weet het niet. Dus vandaar dat ik hier ben. Dus tot 30 geld, dus moet je het komen vernieuwen. Ja. Ja. En je hebt al... Wat heb je je nieuwe kaart al aangevraagd? Nee, dus ik ben... Ik denk 2 weken geleden moest ik hier komen om formulier op te halen en invullen. En dan moest ik vandaag weer hier komen, dus 22. Wat gaat vandaag gebeuren? Dus ga ik die dochterkaarten wel krijgen. Dat hebben ze gezegd? Ja, dat hebben ze me gezegd. Volgens Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst van het SZF, gaat de staat alleen voor die groep verlengen die het zelf echt niet kan betalen. De overigen worden wel goed begeleid in dit proces. Dus belangrijk is dat men weet dat we mensen niet zonder meer weigeren. Toch? Van, oké, mevrouw, meneer, vanaf 1 juni is uw kaart komen te vervallen. Of althans, het wordt niet verlengd. Behalve in die gevallen waarin het overduidelijk is. Toch? Als de ouders het zelf kunnen betalen of als het via hun werkgever gaat, dan wordt het niet verlengd. Maar als men aangeeft van luister, ik heb even een periode nodig om mijn zaken in orde te maken, dan zullen we dat zeker toestaan, omdat wat we willen voorkomen, mensen moeten niet in een gat terechtkomen. Toch? Want dat is ook, het is onverstandig. En je zaait daardoor juist paniek als je mensen gewoon afstoot en ze niet begeleidt in dat proces, dat ze op den duur zelf die premie moeten gaan betalen. We voeren heel veel gesprekken. U ziet ook, het is erg druk bij het SZF. Waarom? Omdat we met iedereen in gesprek gaan. Vooral de mensen die daar behoefte aan hebben. Jolanda Pronk, hoofd juridische dienst van het SZF. Pronk zegt tenslotte dat de staatszorgverzekeraar vanaf 1 juni strenger gaat screenen bij het verstrekken van BASO-kaarten.